Kijk, wij maken graag dingen die van betekenis zijn voor mensen. Dit is bijvoorbeeld een ontwerp voor een Rotterdamse ingenieursbureau. Wat in de haven van Rotterdam heel actief is. En waar we hier de volumes van een containerschip in de vloerbedekking hebben laten terugkomen. En uiteindelijk ook hele grove havenbouwmaterialen hebben gebruikt in het interieur. Dus als je daar dan inkomt, dan is er een hele duidelijke relatie tussen de identiteit van de omgeving en de kantooromgeving. Mooi is eigenlijk heel subjectief, hè? Als er ergens 140 mensen werken, wat is dan mooi? Dus als je deze bureaustoel moet toetsen en je moet vragen aan iemand, zit die lekker? En die stoel is voor 200 mensen, hoe relevant is het dan dat die voor één iemand lekker zit? En dan komt het feit dat het een kantoor van betekenis is voor heel veel mensen, wordt dan relevanter dan dat het mooi of lelijk is. Dus als je in Rotterdam naar een ingenieursbureau gaat, dan is het best fijn dat als je binnenkomt, dat het eruit ziet als een ingenieursbureau in Rotterdam. Dat stelt mensen gerust en dat geeft vertrouwen. Een allereerste gebouw. Ja, top. En dat is ook lekker klassiek. Ja, lijkt me goed. Dan hebben ze ook herkenning. Ja, hè, toch? Iets over de geschiedenis. Daar was de link ook mee met het traditionele moodboard. Ja, leuk. Die link naar het oude terug. Voor mij is het leukste dat ik het gevoel heb dat als het gelukt is, dat mensen er echt iets aan hebben. Dus dat het hun helpt om hun ambities wat makkelijker waar te maken. Dat vind ik echt het allerleukste.